Hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben met heel veel stress aan het klaarmaken. Ik ben half klaar. Ik ben ondertussen ook aan het editen en aan het uploaden. En thumbnail aan het uitkiezen. Want gisteren heb ik niet geüpload. En vandaag ga ik weer heel de dag weg naar Amsterdam. En er moet wel gewoon een vlog online komen. Anders vind ik het echt niet meer kunnen. Een één dagje pauze oké. Maar niet twee dagen. Dus ik ben nu even aan het uploaden voor jullie. Mezelf klaarmaken. Ik heb gelukkig al gedoucht. En dan moet ik binnen 5 minuten weg. Hey guys, een beetje boodschappen gedaan. Kijk wat ik heb ontdekt. Hummus kip. What the fuck? Ik ben hier echt zo benieuwd naar. Ik ben nog aan het vasten. Ik heb alleen koffie en water gehad. En kijk deze man. Kijk, één keer. Lekker kipwrapje. Alles. En dan nog zo'n shake. Jeetje, je hebt echt een goed leven hoor. Ik heb me even snel omgekleed. Ik heb mijn nieuwe polo crop top aan van de Zara. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik heb hier even een... ik wil even zo zien. Dit is mijn top van de Zara. Hij zit echt heel mooi. Ik heb mijn broek eronder. Mijn high-waisted broek. En ik heb mijn nieuwe schoenen eronder van de Mango. Ik heb mijn broek gewoon eroverheen gedaan. Ik vind het eigenlijk best wel mooi. Het ziet er heel stoer uit. Dankjewel. Morgen gaat Nessie iets heel spannends aankondigen. Zo. Wij gaan iedere even naar een aparte afspraak. Maar wat ik nog even wou melden, is dat jullie nu kaartjes kunnen. Hi, back! Ik zag er ook echt zo erg. Oh my god. Dat jullie dus kaartjes kunnen kopen voor Nessie. Dat was dus Nessie die mij bang maakte. Maar jullie kunnen kaartjes kopen voor zijn shows. En het leuke is, het is nog steeds niet eens gepromoot door hem. En één show is al uitverkocht. Ik ben echt heel trots op hem. Doei! Dus weer op alles. Deze optie van de iPhone is echt gewoon de bom. Want ik was net mijn sleutel kwijt. Ik had hem laten vallen. En ik kon hem helemaal niet vinden. Ik kreeg stress. En met die licht kon ik hem eindelijk vinden. Dus thank you iPhone. I love you so much. Ik heb vandaag op mijn lippen Kylie. En echt nog goed nieuws. Want ik ga nooit meer Kylie kopen. Want Selena Gomez, haar make-up lijn is vandaag uit. Ik ga zo alles bestellen. En dan laat ik jullie ervan weten wat ik ervan vind. Ik hoop echt zo erg dat ik het goed ga vinden. Want ja, I want to support my babe. In ieder geval, haar make-up lijn wordt vergeleken met die van Fenty. En de reviews van alle bekende beauty bloggers en zo is allemaal heel erg positief. Vooral over de foundation. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Maar het is een beetje moeilijk om online te kopen. Want ja, we hebben hier gewoon geen Sephora nog. Dus ja, ik ga gewoon alles bestellen en dan zie ik het wel. Voor de rest, ik wil even opscheppen. Ik ben net langs Starbucks gereden. Ik heb niks gehaald. Discipline. Ik ben echt heel trots op mezelf. Dag 4 keto guys. Ik ben aangekomen in Amsterdam. Ik heb hier weer even een bindweefselmassage. Waar ik heel veel zin in heb. Het is alweer een tijdje geleden. Ik denk 10 dagen of zo alweer. Dus ik heb er echt wel weer zin in. Let's go. En oh ja, wat ook heel goed is. Is dat ik nu natuurlijk lekker gezond aan het eten ben. En in combinatie met deze massages werkt het gewoon veel beter. Dan dat je ongezond eet natuurlijk. Dus... let's see. Nou jongens, we are back. Als ik door haar word behandeld, weet ik gewoon dat ik echt helemaal dood ga. Maar dat is best wel goed. Dus ja, dit is in totaal mijn 4e behandeling. Dus ik hou je op de hoogte. Jongens, ik heb het weer overleefd. Ik vond het vandaag echt pijnlijker dan ever gewoon. Best wel bed overlezen. Oh mijn god. Ik lag daar en ik dacht de hele tijd bij mezelf. Wat doe ik mezelf aan? Letterlijk, ik ging echt zo erg door. Maar ik voel me nu weer goed, dus dan vergeet je de pijn. En dan ga je nog een keer, nog een keer, nog een keer. Maar het gaat erom dat je dan resultaat ziet. Oh my god. Jongen, jongen, jongen. Jongens, ik zit weer in de auto met Evan. Hey. Wij gaan even eten. We hebben echt heel veel trek. En daarna gaan we even shoppen. Trouwens, ik heb net heel stoer gedaan. De Career Beauty make-up gehalen. Maar ik kan het niet eens halen. Want ze sturen helemaal precies niks op naar Nederland. Dus ik moet even kijken of Sephora het wel doet. Want er is het een en ander bij Sephora beschikbaar.
Maar op rarebeauty.com kan ik niks bestellen. Ik ben verdrietig. We zijn nu bij een Turkse tentje. Even een theetje drinken. Er zijn voorgerechtjes en we krijgen zo kebab. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb echt heel lang geen kebab gehad. Goh, ik heb helemaal geen kebab, hè. Ik heb alleen azuk. Maar dat is wel kebab. Ja. Ik heb heel lang niet gehad, omdat ik gestopt was met rood vlees. Maar nu ik weer keten ga, dan ga ik denk ik weer een beetje opbouwen. Jongens, dit is mijn gerecht. Heerlijk. Gewoon vlees met auberginepuree en yoghurt. Ik mag eigenlijk geen yoghurt, maar ik ben hier heel blij mee. En mijn naam heet Adana Kebab. Ik sta inmiddels op het terras. Ik heb een tintje. Kijk deze meid. Ik ga even haar toetje even filmen. Kijk hoe goed dit eruit ziet. Ik ben echt jaloers. Wat dacht je daarvan? Wij zijn nu in Amstelveen. We gaan lekker shoppen. Ik ben nu bij de Mango. En ik ga even allemaal broeken passen, want ik heb gewoon broeken nodig. Dit is echt tot nu toe mijn fave broek. Maar ik heb echt meerdere nodig. Ik wil eigenlijk nieuwe mom jeans. Dus ik heb 2 mom jeans. En ik heb van die pantalons ook even om te passen. Eentje 38 en eentje 36. De eerste was echt lelijk bij mij. Vooral van de achterkant. Er zit echt heel veel ruimte tussen. Maar ik vind deze echt heel mooi staan. Ik weet niet. Dus even achter zit die ook best wel mooi. Ik vind het echt een heel mooie broek eigenlijk. Maar M&M en ik heb ook niet echt dezelfde smaak qua broeken. Ik denk niet echt dat zij dit mooi vindt. Vind je deze broek mooi, Em? Ja, ik zal het zelf niet dragen, maar het gaat jou wel. Zeg maar gewoon, ik vind die mooi. Hey, dit is een dingetje stuk. We zijn klaar met shoppen. Met shoppen. We hebben precies helemaal niks gehad. Het was echt zo slecht. Maar het lag echt niet aan ons, hè? Nee. Er was echt gewoon helemaal niks. En hetgene wat wij pakten, als we het gingen passen, was zo lelijk. Dus Ze zijn allebei niet depressief. Ja, echt een slechte shopdag gewoon. Niet normaal. Oh, guys. Ik ben weer thuis. Helemaal gesloten. We waren dus naar het shoppen, wat helemaal mislukt is. Echt gewoon allebei zo erg moe dat we gewoon echt gewoon wouden slapen. We hebben zelfs nog koffie gehaald en het heeft niet geholpen. Toen ben ik eindelijk thuis. Ik ga even mijn schoenen uitdoen. Want de nieuwe schoenen van mij doen me echt zo ontzettend pijn. Ik moet ze uitlopen, maar ik heb echt nu helemaal blaren achter mijn voeten. Ook niet echt heel veel zin in. Kijken of het zo kan. Ja, ik heb dus echt helemaal blaren achter mijn voeten door deze schoenen. Oh. Oh. Ik zie het ook echt. Oei. Ik ga even mijn sportschoentjes aandoen. En dan ga ik even richting Albertijn. Even groente te halen. Dan ga ik even lekker een gezond slaatje maken. Dan heb ik even zin in. Gewoon even iets fris. Want deze zijn echt zoveel fijner. Ik heb echt zo spijt van die andere schoenen. En besef, ik had ze eigenlijk gekocht met het idee van, die zullen gewoon heel erg fijn zijn. En ze hebben natuurlijk een plateau hak. Maar nope. Mama heeft Lily's kitje voor jullie gehaald, hè? Vinden jullie lekker, hè? Ja, ja. Volgens mij zien jullie wel wat er allemaal in actie was. Dove handcreme was in actie. Calvé Mayo was in de actie. En Oral B was in de actie. Dus ik heb heel veel bespaard. Oh ja, en Airwick. Ik kan trouwens Serena's make-up line inderdaad nog niet halen. Zelfs niet op Sephora, want hij is nog niet beschikbaar in Europa. Dus ik moet nog even wachten. En ik heb net mijn nieuwe flas uitgeprobeerd. Ik heb echt een tanden gepoest, daarna geflost. Die van Oral-B is echt goeie, man. Ik zeg je eerlijk, het is helemaal fresh en clean. Wel een beetje dom, want ik ga zo salade maken met ui. Ik ben klaar met douchen. The best feeling ever. Ik wil even wat melden. Want na 3 jaar hier te wonen, ben ik er pas achter gekomen dat ik vloerverwarming heb. In de badkamer. Abnormaal. Ik ontdek hem gewoon nu pas. Omdat er gewoon elke keer zo'n matje ervoor staat. Dus nu heb ik het een beetje warm. Ik had deze dus laatst meegenomen ter inspiratie voor mij. Om te, ja, een beetje te kijken wat ik kan koken die dag. Maar echt letterlijk geen één recept boeit mij. Sorry, not sorry. Ik kan zelf wel wat beters bedenken. Ik heb dat soms ook met kookboeken. Dat ik denk van, was dit het? Ik heb volgens mij nog 2 kookboeken die ik niet heb aangeruimd. Misschien moet ik daar even wat mee doen. Want, oh, ik vind het echt zo fijn trouwens dat ik mijn
haar heb gewassen. Oh my god. Even kijken. Waar zijn mijn kookboeken? Oh. Even kijken. Ik heb nog een boek van Jessica Simpson die ik wou lezen. Sorry, ik heb heel rare smaakboeken. Nee, ik lees dus dit soort boeken. Deze heb ik ook gelezen van Kristen Cavallari. Balancing in Heels. Ik vind het gewoon leuk om boeken te lezen van vrouwen die me inspireren. Daar ga ik wat makkelijker doorheen dan een ander soort boek. Zo, ik heb alle groenten gesneden voor de salade. Het werkt echt als therapie voor mij. Als dressing ga ik erbij doen. Citroen. En ik heb net bij de supermarkt balsamico azijn gehaald. Niet volledig keto. Eigenlijk helemaal niet keto, maar ik doe er gewoon een klein beetje bij. Plus, ik ben al in ketose, want ik heb al vandaag een strip gedaan. Dus als ik gewoon de hele dag gewoon streng doe en ik voeg zoiets toe aan mijn eten, dan maakt het niet zoveel uit. Bij mij tenminste. Trouwens, ik wil heel graag iets melden. En ik hoop niet dat het echt grof overkomt of bot of wat dan ook. Ik deel al mijn recepten en mijn keto-ervaringen zo met jullie, omdat ik daar gewoon veel vraag naar krijg. Als ik eenmaal eraan begin, dan krijg ik daar heel veel vragen naar. Dus ik denk, ik deel het ook. Maar ik krijg heel vaak ongevraagd advies. Sorry. Maar ik hoef dat eigenlijk niet. Ik doe nu gewoon echt mijn ding. Ik weet wat ik moet doen. En wat goed is voor mij en wat niet. En ik hoef eigenlijk geen advies wat betreft mijn voeding. Etcetera. Dus misschien mensen denken dat ik er soms om vraag. Maar nee, tenzij ik echt specifiek vraag van help me met dit en dat, dan mag het natuurlijk wel. Dan vind ik het juist fijn. Maar ik krijg heel veel, vooral nu echt heel veel DM's met voedingsadvies en wat wel en niet goed is. En mensen die beweren dat keto-dieet niet goed voor je is en bla bla bla. En dat vind ik prima, maar AUB niet naar mij sturen, want ik doe er echt niks mee. Ik doe altijd mijn eigen research wat betreft voeding. En ik ben daar al zo ver in dat ik echt gewoon goed weet wat wel en niet bij me past. Ik loop al bij een mycoloog en zo. Dus ik weet gewoon 100% zeker wat goed voor mijn lichaam werkt. Dus vandaar, ik hoef niet per se voedingsadvies. Maar ik vind het wel leuk als jullie mij volgen om te kijken naar wat ik eet in een dag. Daarom deel ik het eigenlijk ook. En dat is eigenlijk de enige reden eigenlijk. Omdat jullie daar echt specifiek om vragen. Zo. Alles zit er nu in. Balsamico, olijfolie, citroen, zout en peper. Nu even een beetje mixen. Oh ja, ik ga er nog munt bij doen. Lekker. Zet erbij. Ik ga er nog peterselie toevoegen. En dan doe ik dit nu even in de koelkast tot Nessie thuis komt. Dan eten we lekker samen een slaatje. Hij is ook lekker gezond bezig.